Hoi, deze keer monteer ik ledstrips met een diffuser. Zoals vele andere camperaars hebben wij ook in onze camper spotjes zitten. En in die spotjes zit er vaak zo'n halogeenpitje. Die heb ik in het verleden al ooit een keer vervangen door ledpitjes. Maar ik vind het echt mooi als er ledstrips in zitten. Alleen ik wil dus niet hebben dat er van die lampjes zichtbaar zijn. En nou blijkt daar dat er dus diffuserstrips voor zijn. Eigenlijk is dat gewoon een profiel waarin je die ledstrip plakt. En daar overheen gaat weer een opaal plaatje. Waardoor het licht diffuus wordt en dus beter wordt verspreid. Kijkt een stuk chiquer. Ik ben dus internet aan het afstruinen geweest en ik kwam deze setjes tegen. Ze zijn van Paulman. Ik heb ze zelf gekocht bij de Hornbach. Zelf betaald trouwens. Ik ben niet gesponsord. En ik heb deze setjes gekozen omdat ik vond dat daar alles in één bij elkaar zat wat ik mooi vond. Er zit een aan- en uitschakelaar op die met touchbediening is. Dus ik kan hem één keer aandrukken en dan dimt hij langzaam aan. Tik hem nog een keer aan, dimt hij langzaam uit. En als ik hem langer vasthoud, is de helderheid hoger of lager. In de set zit ook een 12 volt adapter, waarmee je dus de ledstrip van voeding voorziet. En nou is het zo, 12 volt zit natuurlijk ook gewoon in je camper. Dus ik heb even getest, kan ik hem gewoon aansluiten op de 12 volt? Ja, dat kan. Nou, super dus. Dus ik heb die hele adapter niet nodig. Kabels die erbij zitten zijn gelukkig lang genoeg en die heb ik kunnen gebruiken om in de camper alles aan te sluiten. Dus toen ik alles binnenkreeg, ben ik gelijk aan de slag gegaan. Kijk maar eens mee. Ik neem het even hier op mijn werk op. Buiten waait het ontzettend hard en in de camper is het een beetje koud nog. Ik ga straks in de camper dit wel monteren natuurlijk. Maar om dit even uit te leggen kan ik het net zo goed even op mijn bureau neerleggen. Ik heb dus gekozen voor deze producten. Het is van Paulman. Zelf betaald trouwens. Ik heb gekozen hiervoor omdat ik deze het mooiste vond. Ogen. Het is een mooie set. Lekker simpel. Kost maar 19 euro geloof ik. En er zit een touchcontroller bij. En je touchcontroller zorgt er dus voor dat je de ledlamp makkelijk aan en uit kunt zetten. Ik kan hem door op mijn vinger gewoon te tikken, gaat de lamp branden. Of ik tik er nog een keer op, gaat hij uit. En als ik hem inhoud, is het een dimmer. Nou, ideaal lijkt me dat. Er zit ook een 12 volt voeding bij. Die heb ik niet nodig. Ik kan wel mooi de draad gebruiken van de 12 volt voeding. Die knip ik namelijk door en sluit ik aan op de 12 volt van de camper. En dan hopelijk gaat hij gewoon werken. Nou, natuurlijk wil je dit niet zo hebben, want om dit zo vast te plakken in de camper ziet er een beetje, daar ook niet uit zoals ik het zou willen hebben. Gelukkig hebben ze daarvoor diffusers. Dat is gewoon een aluminium strip met daarin een opaal stukje plastic. En die zorgt er dus voor dat het licht netjes verdeeld wordt. Ze zijn allebei een meter, past precies. Deze strip heeft ook een zelfklevende laag. Plak ik dus weer in de diffuser. Vervolgens klik ik alles vast met klemmetjes die erbij zitten onder de kastjes. En ik sluit alles aan op de 12 volt van de auto. Dit controletje hangt natuurlijk niet in de kastjes, maar netjes ergens erbuiten. Er zit ook een zelfklevend, stukje bij, dus dat moet goed gaan komen. Nou, dat was even zoeken zeg. De bedoeling was om de eerste strip hieronder te hangen. Ik denk, die stroom zal hier vast wel ergens onder zitten. Maar dat viel even tegen. Ik maak zo'n kastje open en denk, daar zit een dubbele bodem in. Die kan ik al uithalen. Maar dan blijkt dat alles dus in elkaar gekoppeld en geknoopt zit. En dat was hem niet. Dan ben ik gaan schroeven en ik denk, ik pak het oude lampje even erbij en ik probeer even los te maken. Nou, daar zit dus gewoon de stroomaansluiting van de verlichting. En ja, dan vervang ik hem maar. Ik wilde eigenlijk ook dit spotje laten zitten. Kon ik al kiezen. Maar ja, nu sluit ik hem dus gewoon op deze stroom aan. En dan moet het lukken. Zo, dat was even een klusje. Tenminste, ja, uurtje. Maar het was de allereerste keer. Heel veel uitdokterwerk. Vooral kijken waar de stroom zat. Dat was even echt het probleem, vond ik zelf wel. En hij zat gewoon eigenlijk makkelijker dan ik dacht. Ik dacht veel te moeilijk. Ondertussen heb ik hem gemonteerd zitten. De diffuser zit er overheen. Ja, hij werkt. Ik kan hier tippen en dan gaat hij uit. Ik kan tikken en dan gaat hij weer aan. En ik kan hem dimmen. Harder. En nog een keer tikken en hoort je weer minder hard. En tik is je uit. Nou, ik ben wel happy. Ik ben klaar hiermee. Ik ga er niet nog eentje doen. Het begint nu al aardig donker te worden. Maar om een idee te krijgen hoe het eruit ziet en hoe het werkt, is dit voldoende geweest, denk ik. Het is, ik ben wel happy eigenlijk. Nou, zoals je ziet, het meeste werk was nog zoeken naar de 12 volt.
Overal in de camper ligt natuurlijk 12 volt, maar ja, het zit in zo'n kastje weggewerkt en dan ga je zoeken van waar lopen die kabels nou, want ik zie ze niet. Nou blijkt dus dat die allemaal in dubbele vloertjes zitten en dubbele wandjes en wegwerkstripjes. En ik was op een gegeven moment bijna de hele kast uit elkaar geslopen en ik had nog geen kabel gevonden. En ik was niet van plan om alles nog veel verder uit elkaar te halen, want ik denk ik krijg het nooit meer terug in elkaar. Nou, zit er gelukkig nog een spotje zelf al in en ja, die heeft natuurlijk ook 12 volt. Dus uiteindelijk heb ik maar besloten om de 12 volt van een spotje zelf te gebruiken en dus dat spotje wat er zit op te offeren. Nou, toen ik dat besloten had, was het eigenlijk zo gebeurd. Het is het kabeltje afknippen met ANP-stekkertjes, de nieuwe kabel eraan vastmaken, de diffuserstrip op maat maken en netjes er tegenaan schroeven. Er zitten trouwens netjes klemmetjes bij. En vervolgens alles doorlussen op de schakelaar en het werkt ook meteen. Ik heb er nu pas eentje gedaan. Ik wil er nog twee meer doen. Eentje aan de andere kant van de camper nog en eentje in het slaapgedeelte. Dat ga ik van het weekend doen. En ik weet zeker dat het deze keer veel vlugger gaat, omdat ik nu niet meer ga zoeken naar 12 volt. Ik gebruik gewoon weer de spotjes hier al zitten, knip ze af en vervang het door een ledstrip. Dit was dus mijn oplossing voor het maken van een ledstrip met een diffuser in de camper. Misschien heb je die staan. Je hoeft natuurlijk niet dezelfde set te gebruiken als ik heb gebruikt. Ik vond deze voor mij persoonlijk gewoon de beste. Maar er zijn zoveel verschillende soorten op de markt. En ik geloof dat het begint bij 5 euro tot 50 euro en alles ertussenin is volgens mij ook gewoon goed. Je kunt kiezen voor RGB of met warm wit licht. Ik heb zelf gekozen voor warm wit licht, omdat ik toch niet denk dat ik al die kleurtjes ga gebruiken. Vond je dit filmpje leuk? Geef me dan een duimpje omhoog. Vind ik echt heel fijn. Als je dit soort filmpjes leuk vindt, abonneer je dan gerust op dit kanaal. Wij plaatsen iedere dinsdag een filmpje van een camperplek waar we ooit eerder geweest zijn. En als ik af en toe iets heb gedaan aan de camper, maken we er ook een film van en die posten we tussendoor op YouTube.